Hallo lieve allemaal, welkom bij jullie februari reading. En ja, wat je gewonnen hebt in januari kun je hieronder lezen. En nog meer leuks, ik mag hele mooie kaarten, twee decks van spirituele tafelgesprekken van tarot.nl weggeven en ook nog eens twee sets raakassociatiekaarten. Nou, hoe leuk is dat? Wil je het winnen? Gewoon even abonnee worden of het filmpje delen is ook goed. Wat gaan we deze maand doen voor alle sterrenbeelden? Ik ga in een heel mooi doosje, het is ooit van mijn moeder geweest, met allerlei verschillende decks ga ik voor elk sterrenbeeld trekken. Laat me weten of het resoneert, wat je ervan vindt, of je iets anders wil. En als je zegt, Mabel, ik wil je meer zien, dan kan je me om de week bij Libelle Online trek ik alle tarotkaarten met astrologie erbij. Dus tot snel. En met al mijn Hallo lieve schorpioen, welkom bij je februari reading. Ik begin eerst met mijn Rider White Blanco voor je te leggen. De overall kaart voor deze maand. De kracht. Prachtig. Nou, ik weet zeker dat het veel van bij jullie heel erg donker is geweest. Maar godzijdank, vanaf 3 februari hebben we weer 5 planeten retrograde, 3 maanden lang. Yeah! Venus, Mercury, Pluto, uit mijn hoofd ook. Steenbok en Uranus. En als je het beter weet, schrijf het eronder. Zachte kracht vanuit jezelf. Dus niet met twee gestrekte benen erin. Niet grommen, gewoon vanuit harmonie. Het is een 2-2-2 jaar. Dus 6 in de numerologie. Harmonie. Vanuit jezelf. Niet verbaal. Niet in daden. Geen statements. Maar gewoon een zachte vrouwelijke energie vanuit jezelf. Oké. Wat zegt mijn Nicoletta Chikoli Tarot dek daarvan, die zachte kracht waar ik jullie voor oproep. Een zachte kracht. Een zachte kracht. Ja, geweldig. Vier van bekers in je eigen wereld zijn. Neem de rust, neem de tijd. En het mag even ook allemaal voor jezelf zijn met je mooie zeemeerminnen staart. Ze zit in zo'n snowball. Helemaal happy en gelukkig te zijn. En de Four of Cups is een celebration. Het voelt voor mij een celebration, een bepaalde volwassenheid en stabiliteit. En dan kan je zeggen, Jezus, wat saai. Wat moet ik daar nou mee? En ik zeg, ja. Ik voel een volwassen emotionele stabiliteit. Venus gaat ook weer direct. En de afgelopen 3 maanden, 4 maanden hebben jullie ontzettend getwijfeld aan je liefdesleven, aan je liefde. Is hij het nou wel? Is hij het nou niet? Moet ik van eraf? Moet ik nou niet van eraf? En nu ga je het weer helder zien. Het licht gaat aan. Het is niet altijd even leuk om te zien wat er is. Maar ik zeg, er is een volwassen stabiliteit, voel ik. In de fluïde energie om me heen hangen. Wat zeggen de healing plants van de Oracle meisjes voor jullie? Welke plant gaat jullie bijstaan in deze volwassen stabiliteit? Erin, kijk nou eens. Met een mooie derde oog. Ja, ik ben veel derde oog inwijding aan het geven. Is ook weer zo'n volwassen vrouwelijke stabiliteit. Hoe mooi dat ik mensen bij hun eigen power en mediumieke gaven mag brengen. Morgen heb ik een echtpaar. Zo mooi.
die wilde verdieping en verbinding. Ik ga even, ik verlies anders in mijn eigen verhaal. Aaron, zag je het? Ik had echt zoiets van, oh, ja, ik zeg, gekke geniaal ligt heel dicht bij elkaar. Hey, I'm proud of it. Aaron, mooi, helder zien. Ja. Rozemarijn, het is rozemarijn. Geef bescherming tegen negatieve energieën van buitenaf en dat prikkelt je oogchakra. Bovendien helpt ze fysiek bij suikerziekte, haaruitval en migraine. Hé, het is maar dat je het weet. Rozemarijn voor mijn derde oog. Jongen, geef me een bos. Kun je meer zien dat er met onze ogen te zien is, of maak je nog niet actief gebruik van deze gave? Ben je wellicht helderziend, heldervoelend, helderhorend of helderwetend? Dan handel je vanuit deze Aaron's energie. Wow, er breekt een tijd aan dat je mediumieke gaven, daar krijg je helemaal rillingen van met een mooie amethyst. Die krijgen mensen cadeau als ze bij mij de inwijding doen. En een heel mooi e-book. Nou, die oracle-meisjes, die weten daar natuurlijk ook wel het een en ander van. En ze staat ook nog, Aaron staat ook nog hier. Emotionele stabiliteit in februari voor mijn schorpioenen. Hey, lekker dan. En je mediumieke gaven ontwikkelen. Nou, ik zeg welkom. Welkom. Welk dier gaat je hierbij helpen? Welk dier mag ik voor mijn schorpioenetjes hebben? Voor mijn lieve schorpioenetjes. Die ook heel kritisch kunnen zijn. Ja, jongens, ik ben niet perfect. Fijn. Ik zeg, moet je ook proberen. Deer, de power. Ja, die power die hebben jullie wel. Zie je weer de verbinding met die maan en alle energieën uit de geesteswereld. Je voelt een elf kaart, meeste getal. Je voelt alles. Prachtig. Oké, 11. 11. De magic van 11. Voor mijn schorpioenetjes. Lieve schatten van mij. Dear magic is all about personal power. When you feel powerless or small, imagine a stag, dat is een deer, with a crown of antlers standing by you, lending you its presence and strength. Their energy is also great for healing a weak body and for going on an astral journey, as the Norse did in their cider magic. Oké, astral journeys. 'S Nachts reizen als je aan het slapen bent. Of als je een dutje doet overdag, kan dat natuurlijk ook. In ieder geval, die mediumieke gaven, die zijn... Mijn oor gaat ook een beetje piepen. Zou het bij jullie helder horend zijn? Ik weet het niet. Ik ga het even vragen. Wat voor wijsheid, van de oracle wijsheid, mag ik nog tegen mijn schorpioenetje zeggen? En ik heb ook nog een engel voor jullie. Ja. Blij en gelukkig. En het sleutelgat. Ja. De diepere betekenis. Je eigen antwoorden hebben. Hoe mooi, lieve schat. 26 en 8. 2 en 6 is 8. Het is ook heel erg snel en licht. Ja, dat snap ik wel. Want wat ik eigenlijk hier zie, is dat jullie gewoon energetisch aan het verbinden zijn. Dat is de story. Energetisch, omdat je die volwassen en stabiele kracht in je hebt, hoef je ook niet zoveel naar buiten, kan je echt naar je binnenwereld. Ga je met rozemarijn en misschien wel met mij je derde oog openen. Met die power van deer sta je stevig en ben je blij en gelukkig. Nou, ik zeg, maak me gek. Februari voor de schorpioenen. Mwah. Welke engel gaat de schorpioenen nog helpen? Archangel Gabriel. Communication in any area. TV, radio work, adoption, child conception. Wow. Oké, zwanger. Journalism and writing. De kleur is wit. Moonstone. Ik heb een roze moonstone. Hij lijkt wit, maar hij is roze. En clear quartz. And I now invoke the mighty and powerful Archangel Gabriel and his energy of communication and strength.
Please bring me insight and awareness so that I always may speak my truth. Yes, remove all doubts and fears and allow me to express myself in a loving way through my mind, body and spirit. Please help me to share my words in a way that is gentle, kind and loving. Heel belangrijk voor jullie. Please help me to communicate from my heart. Thank you. And so it is, and so it is, and so it is. Gabriel is nog even de, ja, hoe moet ik het zeggen? De hidden power in jullie reading. Echt prachtig, jongens. Deel het filmpje voor me op Facebook of maakt me niet uit waar. Ik zie dat heel veel mensen niet abonnee zijn. Nou, hoe leuk is het om abonnee te worden en dat je mij daarmee steunt. Prachtig. Nou, ik zeg, jullie zijn blessed. Derde oogopening. Heel erg mooi. Laat me het weten wat je ervan vindt. Dag lieve schorpioen.